Als imkers bijen hebben, dan houden ze honingbijen. En hebben deze bijen last van de extreme droogte dit jaar? Jazeker. En dat is vooral een paar weken geleden kwam dat erg naar voren. De lindenbomen hebben geweldig gebloeid, zoals nooit tevoren bijna. Je rook ze overal. Alleen, ja, het was zo droog, er zat totaal geen nectar. En nectar is dus de basis van de honing, zat er in de bloemen. En de bijen hebben er niets kunnen halen. Betekent dat ook minder honing? Dat betekent absoluut minder honing. Juist omdat ze zo geweldig bloeien, dachten we, nou, dit wordt een prachtige oogst. Nou, 0,0. De imker kan de honingbij bijvoeren met suikerwater. Maar de wilde bij moet zichzelf redden. De wilde bijen zullen zeker net zoveel last hebben van de droogte dan onze honingbijen. De wilde bijen moeten zich maar redden met dat wat er in de natuur is. Maar je hebt weinig inzicht in ja, hoeveel van die wilde bijen zijn er. Welke hebben het overleefd? Heel moeilijk te bepalen. Een voedseltekort voor de bij heeft ook als gevolg dat hij zich anders gaat gedragen. Oppassen dus. Het volk merkt gewoon, er komt minder binnen. Dat kan een bedreiging zijn in hun voortbestaan. Als er veel te halen is, dan hebben ze daar veel te druk mee. Dan vliegen ze heen en weer en je merkt ze bijna niet. Maar zo gauw het dus ander weer is en moeilijker is om voedsel te halen, dan zou je last van je bijen kunnen hebben.